Dankjewel mensen van Jumovies, ik ben Jason en vandaag gaan wij het hebben over de 5 irritaties aan jongens, want ze zijn zo irritant, oh my god. Goed, jongens zijn blijkbaar heel irritant volgens meisjes en vandaag ga ik daar een top 5 van pakken, zeg maar. Meisjes in mijn groepsapp en andere meiden hebben laten weten wat ze irritant vinden aan jongens. En ik ga daarop reageren en ik ga het opnoemen natuurlijk. Dus laten we gaan naar irritatie nummer 1. Meenie, bot doen. Oké, dus wij doen bot volgens jullie. Oké? Ja, we kunnen inderdaad bot doen. Of ja, appje. Yay. Oké, kijk. Ten eerste, ik geef jullie hier een klein beetje bij gelijk. Maar er zijn jongens die dat gewoon normaal doen, ook al zijn hun vrienden er. Egoïstisch, you kidding me? Ik ben tenminste niet egoïstisch. Jullie is niet egoïstisch. Diel is ook niet egoïstisch. Thijs is in principe ook niet egoïstisch. Ik kan doorgaan hoor. Ik zweer het je. Ik weet niet met wat voor jongens jullie omgaan, maar de jongens die ik ken zijn niet egoïstisch. Onduidelijk. We zijn onduidelijk in wat we moeten doen en wat we van jullie verwachten. Maar hoe dan? Dit is dus waar wij ons irriteren aan jullie. Jullie zijn onduidelijk volgens ons natuurlijk, hè? Hey. En zo kunnen we even doorgaan, want wij zijn irritant voor elkaar. Ruzie maken om niks. Het begint me op te vallen dat jongens en meisjes eigenlijk helemaal niet zoveel verschillen van elkaar. Want wij vinden ook dat jullie ruzie maken om niks. Of druk maken om niks. Of jaloers worden om niks. Of egoïstisch zijn. Of ook bot doen. Dus, vonden jullie deze video en dan zeker een blauwe omhoog. Willen jullie nou dat ik top 5 maak aan de irritaties van meisjes? Ga ik ook doen. Willen jullie nou meer abonneren? En dan zie ik jullie zeker woensdag weer. Ik zeg later.